ben al van mijn 6 jaar Antwerp supporter, dus ik zal altijd Antwerp supporter blijven. Ik ben ergens met een rood-witte pamper groot geworden. Dus. Dat behoorde er nog niet, dat was toch flanel en doek. Maar dat is het. Nou, heel de familie was Antwerp supporter. Ik heb er altijd gewoond, er stond geen in huis. Blij de jaren hebben we nog een beetje moeten zoeken, maar nu is alles allemaal even perfect zijn kledij. Dat is toch heel ongenoom om te werken. Hè, zo, hè. Dus, je weet dat ik vroeger nog van buiten gekookt heb voor de spelers. Dus, dat er nu allemaal netjes gedaan wordt, dat is, kunnen we wel zien dat er ergens goed veranderd is in het voordeel. Ja, dat is wel een droomjob omdat je Antwerp-supporter bent en je kunt dat zo op vrijwillige basis doen, dat vind ik wel, is wel ja. Nooit gedacht dat ik dat zou doen. Dus. Mijn relatie met de spelers is heel goed. Hè. Ja, ja, ja. En zeker met die ouderdomsdijkers, die hadden er al wel langer zijn op de club, maar die kennen me dan al beter. Natuurlijk, het Frans. Voor mij is Frans een beetje een probleem, maar ik trek me dat plan wel. William en Geoffrey natuurlijk, dat is een sociaal. En voor de wedstrijd, dan heb ik de Monda nog. Dus, daar werk ik het liefst mee. Het is niet fijn. Het is maar onze materiaalman of dit of dat. Nee. We hebben wel echt een goede band.